Goedemorgen iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben net Mialoetje gaan afzetten samen met César en daarna zijn wij even naar de markt geweest. Nog wat verse groentjes en fruit en zo gaan halen en een nieuw brood, want dat was op. En anders heeft Mialo morgen geen boterhammetjes voor op school. Dus wij zijn dat net even gaan doen. Ik ben thuis gekomen en ik ben even nu bezig met een beetje zo de ochtendchaos op te ruimen. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar bij ons is het altijd een beetje chaos hierna. Dus dat moet altijd even opgeruimd worden als we terug thuis zijn nadat we de kindjes of een van de kindjes hebben afgezet. Andries is gaan werken, dus ik ben even alleen thuis met César. En daarjuist in de auto was hij een beetje moe. Dus ik denk dat hij Spita wel gaat slapen, maar hij is nog even iets aan het eten en zo. Dan kan hij Spita een dutje gaan doen en kan ik rustig alles opbergen en hier nog verder wat opruimen. En ik wil eigenlijk heel graag vandaag hun kleerkast wat oprommelen en uitkuisen. Want ik wil beginnen met hun herfst- en winterkleerkast samen te stellen. Maar dan moet ik ook even zien welke kleertjes dat ze nog hebben van vorige herfst of winter. Die ze eventueel nog kunnen gebruiken. Of dingen van de lente of de zomer of zo. Die ze perfect nog kunnen gebruiken nu. Dus daar moet ik eens even voor kijken. Welke broekjes en truitjes en t-shirtjes en zo er nog allemaal passen. En de kleertjes die natuurlijk te klein zijn, eruit halen. Want ik zag van de week dat er echt nog wel veel dingen in de kleerkast hangen die niet meer gaan passen bij beide kindjes. Dus dat wil ik even eerst zien vooraleer ik nieuwe dingen ga bestellen. En ik heb al zo een paar items besteld, maar dat ik echt doelgericht kan winkelen. Van oké, zoveel broekjes, zoveel t-shirtjes, zoveel truitjes, dat hebben ze nodig. Ook qua kleedjes voor Mialoe. Weet ik niet of er echt nog veel dingen zijn die ze opnieuw gaan kunnen gebruiken. Ik denk het wel, nog wel een aantal. Maar dat ik dat even een beetje kan eruit halen en een duidelijker of een beter overzicht heb. Dus dat ga ik, of hoop ik vandaag ook te doen, ga ik een beetje ervan afhangen rond te laten Andres terug thuis is. En ja, hoe dat César slaapt en zo. Of dat hij eventueel mee boven wil spelen terwijl ik dat doe. Dat gaat er een beetje van afhangen. Dus let's continue the clean-up. En verder doen aan onze dag. Voilà, ze even een peertje voor César. Yummy, yummy. Voilà, zij alle groentjes en fruit dat ik heb meegenomen van de markt. Dan kan ik straks sowieso al een lekker soepje maken. En hebben de kindjes lekkere fruitjes. Allee, en wij zelf ook natuurlijk. Dus ja, dit is toch wel een groot gelukje. Oké, ik heb net Mialoe haar kleerkast uitgekuist, uitgezocht, alles weggelegd. Echt heel veel kleren die te klein zijn. Echt zot. Dat was zo'n grote stapel. Ik zal even een foto laten zien, maar echt super veel kleren. En nu ga ik met César naar beneden, want die begint moe te worden. Dus dan ga ik die een beetje leggen. Kan die een dutje doen? En kan ik beneden nog wat werken? Oké, César ligt in bedje voor zijn dutje. Al 25 minuutjes of zo. Ik heb net iets gegeten. En ik ga, voor ik nog een beetje ga werken, ga ik even eerst een beetje lezen. Want dat heb ik vanmorgen niet echt kunnen doen. De afgelopen dagen en zo was het ook super druk. Dus is er ook maar 2 keer of zo van gekomen. Dus ik wil dat nu even eerst doen. Even een momentje voor mezelf en dan daarna verder doen. Zelf prioriteit maken is ook belangrijk als mama. César was daarnet even wakker geworden, maar ik heb hem dan terug in bedje gelegd, want hij was nog super moe. De damkap slaapt trouwens, dus hij is nu nog aan het slapen. En ik heb terwijl even de groentjes gesneden en op het vuur gezet voor ons soepje van straks. Ik hoop ook dat het een lekker soepje gaat worden, maar ik dacht dat is al zo'n beetje in de herfstsfeer. Het is vandaag echt zo'n grijze dag, dus het past wel echt bij het weer. Dus soepje on the menu voor vanavond. Er is ook nog een overschotje van de spaghetti dat ze gisteren hebben gegeten, de kindjes. En van Andres en Pokeball dat we gisteren hebben gegeten, is er ook nog over. Dus als hij dat toch, of als ze dat toch niet willen eten, of dat als voorgerechtje en dan daarna nog een beetje, dan kunnen ze dat ook nog eten. En ik kan er altijd een boterhamknopsel bij maken of een krokje. Want dat hebben we ook nog allemaal in huis. Ik denk dat jullie in Nederland tosti zeggen. Dus opties genoeg qua avondeten. Maar daar hebben we toch zeker iets waar heel veel vitamintjes in zitten. Andres die ging Mialoetje halen van school. Ik weet eigenlijk niet hoe laat het nu is. Ik denk bijna 3 uur. Ja, het is 5 na 3.
Dus hij gaat Mia Lucha halen. En ik ga dan subiet. Ik heb er juist van de morgen op de markt ook aardbeidjes en framboosjes gekocht. Want dat vindt ze super lekker. Dus ik ga subiet ook een bordje maken tegen dat ze ongeveer thuis gaat komen. Dan kan ze daar als 4 uurtje eten. En dan daarna de soep. En eventueel de spaghetti. Wat dat ze wilt. Wat dat de kindjes willen. We'll see. Maar dat is wat ik tussendoor even aan het doen ben. Goedemorgen iedereen. Oh, kom, moet ik ze eruit halen? Moet ik ze eruit halen, schat? Kijk. Wij zijn net terug thuis. We zijn Mia Lucha gaan afzetten, César en ik. En nu zijn wij een beetje aan het spelen. Oh, zit Sky erin? Het is vrijdag. Dus César die moet niet naar de opvang. En die is gewoon thuis vandaag. Dus dat is meestal een dagje dat ik met César doorbreng. Waar is Sky? César. Dus ja, we hebben niet echt iets op de planning staan vandaag. Allee, Andres heeft een paar afspraken en zo op de planning staan. Maar ik heb geen plannen vandaag. Dus het is echt een beetje quality time met César en hier thuis een beetje dingen doen. César heeft wel echt last van de snottenbellen. Dus ja, dat belooft. Het is even een paar dagen wat kouder en wat frisser en wat herfstiger weer. En de snottenbellen zijn al helemaal terug. Dus ja, dat is top. Hij is een week naar de opvang aan het gaan. Maar ja, zwart, hoort er allemaal bij. Zien we wel wat de dag brengt. Wat wil je? Wil je de auto? Ja. César, die is hier alles aan het pakken om mee te spelen. Maar, dat is oké. Voilà, zijn lieve schat. Hier is de auto. En ik wou net voor mezelf een gemberteetje maken. Dus ik ga dat even doen en dan kan ik daarna nog verder met hem spelen. Zien jullie hoe groot hij aan het worden is? Ik vind dat echt ongelooflijk hoe snel dat precies ineens gaat. Hij is echt super groot aan het worden. Ook in zo dingen willen zeggen, in zo woordjes proberen te zeggen en zo. Echt ongelooflijk. César. Ook zo dit soort dingen, dan denk ik, wat? Waar is mijn baby die dat allemaal niet kon? En die dat nu allemaal begint te proberen en dat ook begint te lukken? Niet normaal. Het is ondertussen al 1 uur. Ik heb net nog een theetje gemaakt voor mezelf. En een toast met avocado en tomaatjes. Simpel, maar ja, super lekker altijd. Dat smaakt echt altijd. En we hadden nog een aantal avocado's hier in de ijskast. Waarvan dat er ene echt wel, dat echt wel tijd werd om die op te eten. Dus ik dacht, ik ga dat nu als lunch maken. Ik had voor César ook een toastje gemaakt. Maar hij wou eerst, stond hij mee op zijn trapje. Allee, op hun trapje mee in de keuken. Dus ik dacht, ik maak het mee voor hem. Dan kan hij mee eten. Wil je in de stoel? Ja. Ja. Oké. Okay. Ik ga even in de stoel zitten. Kom hier. 1, 2. Hoppakee. Voilà. Nu zit César mee een beetje in de stoel. Hij is even een koekje aan het eten. Hey, koekie. Ja. Dus ik ga daar rustig even opeten. En dan... Wil je proeven? Ja. Ja, dan gaan we wel een bavette aan doen, schat. Zodat uw t-shirt niet vol met avocado hangt. Want dat zijn niet de beste plekken om eruit te halen. Hij wil wel proeven. Is zie. Proeven? Nee. Waarschijnlijk zo biedt als ik begin te eten. Dan wel. Wij zitten in de auto, want wij gaan even een Vinted pakketje binnenbrengen. Of course begint het te regenen terwijl wij onderweg zijn naar daar. Allee, terwijl we thuis gingen vertrekken. Maar ik wou dat echt wel even nu doen voordat Mia Lucha dan Sweet ook terug thuis is. En Andres, het is 3:15 nu, dus we gaan dat even binnenbrengen. Dan naar huis en dan zijn wij voor hun ook terug thuis. Kunnen we daarna gewoon een gezellige avond hebben. En dan is het ook klaar, dan is dat verzonden. Dus ik ga dat even doen en dan gaan we terug naar huis, hè, schatje. Maar dan zijn we nog even weg geweest, nog even buiten. In de regen. Live. Ons Mia Lucha is terug thuis. Die is lekker een beetje een snackje aan het opeten. En Andres is even naar de winkel. Oh, liefje. Je bent het hier allemaal vuil aan het maken. Wacht. Ah, mom life. César, wacht, wacht. Bietser, jij ook helemaal vuil, hè? Ja. Ja, Andres is dus even naar de winkel om nog iets van eten te gaan halen. En ik ben dus even met de kindjes hier. En Andres had 2 van die bloemetjes voor kom op tegen kanker meegenomen. Dus ik heb even 2 lege bloempotjes gezocht om die natuurlijk in te kunnen doen. En dan kan ik die eens even, moet ik eens even denken waar ik die ga zetten. Maar dat brengt weer wat extra kleur in huis. En voor een goed doel. Dus
Ja, heel fijn. Maar even de kindjes wat bezighouden. Zien dat ze hier niet alles afbreken. En dan kunnen we subiet... Ah, pas op, César. En dan kunnen we subiet iets eten.